Bye. Oh, hallo vrienden, dus hebben Gerrit de Boer gaan er hier. Gerrit Joost Canada. Jo, ik sta hier bij. Even mijn gids vragen, hoe heet dat hier? Lamar. Iets met een. Lamar Pennsylvania. Lamar Pennsylvania. Oh, daar is de camera. Lamar Pennsylvania, kijk bij. Kennen ze tanken? Het is eigenlijk hetzelfde als bij ons in Europa. Ja, op één ding nou. Hey, wacht even. Ze hebben hier een. Dat is even lachen. Ze hebben hier een mobiel kerkje. Kunnen ze elke keer verplaatsen. Dus dan moet je zelf naar binnen toe. Kijk, in Europa komt het je over bij de vrachtwagen. Maar hier dan moet je er naartoe. Dus ze hebben overal aan gedacht. Kijk. Hè. En wat ze hier ook doen, die knakkers? Ja, dan laten ze de hele nacht de vrachtwagen lopen. Weet je waarom? Ze hebben gewoon slechte accu's. Gewoon slechte accu's, toch? Ja. Of ligt het daar niet aan? Ja, of... Hebben ze hier nog geen zonnepanelen? Nee. Niet? Vrachtwagens niet. Vrachtwagens, oh. Dus nee, maar dat komt natuurlijk door die, hoe heet die burgemeester hier van Amerika? Trump. Ja, die houdt het olie-business. Ah, jongens, maar ik heb een hele grote verrassing voor jullie. Speciaal voor jullie, dames en heren. Kijk hem eens, daar staat hij. De rubber eend. De rubber duck. Of is hem dat niet? Het is niet echt, maar hij lijkt er wel van. Hij lijkt gewoon. Hij is ook zwart. Ja. Heb ook een tankie. Want wie heeft die film niet gezien natuurlijk met Burt Reynolds? Hè? Wereldberoemd, Convoy, Burt Reynolds. Wie? Chris wie? Chris Christophe. Wie is dat? Is dat een rubber? Wie is Burt Reynolds dan? Martin Pennell. Maar die ging er ook met. Nee, die rubberduk. Ik dacht dat Burt Reynolds. Maar Burt Reynolds de tent er ook met een vanaf had. Smokey and the Bandit. Wie? Smokey and the Bandit. Ja, ga me zeker vertellen, de Smokey en de Bandit over gaat het over vrachtwagens? Oh, ja, dat is allemaal een nieuwe wereld voor mij. Kijk jongens, ik sta hier op een truckstop, dus in Pennsylvania, in Lamar. En dat is niet in Amsterdam bij het nieuwe Lamar Theater, dat is weer wat anders. Hier kijken ze zich allemaal te slapen hier. Ja, we hoeven morgen nog maar een klein stukje, toch? Een klein stukje. Steek die staan. Ik dacht collega's. Collega? Oh. Dat dacht ik. Dat zijn allemaal collega's, hier zijn allemaal barregaanders. Nou, dit is even Gerrit hier. Dus ook ik had net nog even een dingetje. Ik viel over een stukje stoep, dus ik lag er op de grond. En het zijn allemaal vriendelijke mensen. Er zijn zo'n Amerikaanse trucker die zegt tegen mij, joh, Gerrit, how are you doing? Ik zeg plat op de bek natuurlijk. Hij zegt, oh, hij zegt, de humor is lying on the street. Op links in de deur! Dit is even Gerrit de Borghaander hier met de avonturen. Moet jij nou maar zeggen? Nee. Hey? Oh. Pennsylvania. Hey, tot morgen. Hoe lang moeten we morgen nog? 1000 keer. 1000 maar. Oh, we zijn net op net een derde. Nou. We gaan door. Op links in de deur. Kijk, ik ga even een stukje muziek draaien.